1, 2, 3. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Is het alweer donderdag vandaag? Ik moet echt serieus, ik ben echt de dagen kwijt. Het is donderdag. Ik ben wakker, ik ben me verkouden, maar dat komt door de droge lucht in de kamer. De monteur van het installatiesysteem die is nu beneden. Die komt zo waarschijnlijk ook naar boven. Ik hoorde hem net binnenkomen. En ik zit even achter mijn bureau. Ik moet nog gaan editen. Dat ga ik zo meteen lekker doen. Maar ja, ik ga eerst even mijn video in elkaar flansen. Of tenminste een video in elkaar kijken. Hoe ik nu mijn volgende komende video zou gaan doen. Ik wil wat meer inspiratie op doen. Ik ben ook echt net wakker. Ik ben om 2:30 gaan slapen ofzo. En ik werd om... kort over 8 wakker. Dus ik heb nog echt wel slapen, zeg je. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit. Ik doe lekker geen make-up op vandaag. Ik heb net even mijn gezicht gewassen. Ik zal alleen maar even een crème opdoen en zo. Maar dat komt zo meteen allemaal wel. Ik heb een klein probleem. Ik heb net geprobeerd de video te editen. Maar alle beelden van dit kaartje zijn eraf. Wat betekent dat alle videobeelden van gisteren zijn verdwenen. Ik ga vanmiddag nog mijn best doen om proberen om het terug te halen. En als dat niet werkt, dan heb ik pech. En dan is er dus voor gisteren is er geen video geweest. Ik hoop dat ik het nog kan oplossen. Maar ja, ik ga nu in ieder geval naar Zuid-Leidse met Chantal. Dus dat is wel gezellig. Ik neem verder ook geen gekke dingen mee. Ik neem gewoon mijn telefoon mee en that's it. Goed, inmiddels in de stad. En jongens, dit verklaart maar weer wat de coronagekte nog steeds doet. Want ik ben dus met Chantal in de stad en er is dus serieus niks. Maar dan ook echt helemaal niks. Bijna niks open. De Holland en Bernhard is daar wel open, maar ik heb niet echt homeopathische middelen nodig. Maar zelfs onze juweliers, waar we altijd heen gaan, is gewoon dicht. Alles is dicht, de Six is dicht. Zelfs de Lucardi is dicht. Dat is echt niet leuk gewoon. Bij een vrijdag is die niet dicht. Oh. Bij ons in het centrum ook. Dus we gaan nou weer terug naar zo'n plein waar we net waren. Top. En dan gaat er eentje over 1 minuut. Dus als we doorlopen, dan redden we die wel. Let's go. En we zitten in de metro. Echt hè? Kijk, 1,5 meter afstand. Komt helemaal goed. Echt? Oh. Anderhalf meter. Goed, we gaan even naar zijn plein. Hopen dat daar alles open is. We waren er 11:30. En als er niks open had, ging om 12:00 is open. Dus ja, dat is een beetje naar. En trouwens, ik heb nog steeds de beelden niet terug kunnen vinden voor de vlog van gisteren. Dus dat wordt gewoon even dat niks. Geen paniek. Het komt gewoon door mijn eigen fout. Ik ga het niet meer verwijderen. Goed, inmiddels ben ik thuis. En ga ik nu ook gelijk weer weg. Het is namelijk 3:00. En ik... moet naar de fysio. Dus ik ga mijn spullen pakken beneden. En ik heb me even omgekleed. Ik heb even mijn grijze schoenen aangedaan in plaats van mijn witte die ik vandaag aan had. En ik heb even een topje met een vest aangedaan. Want het is warmer buiten dan ik had gedacht. Ja, er ligt hier nog wat ik op moet ruimen. Maar dat ga ik lekker zo meteen doen. Ik doe lekker mijn zonnebril op mijn kop in plaats van mijn gewone bril. Dan zie ik ook nog wat met de zon. En dan ga ik lekker richting... de visio. Ik ga gewoon weer lekker lopen, net zoals ik eigenlijk altijd doe. Goed, ik loop lekker buiten met mijn nieuwe heuptasje. Deze heb ik gekocht op Saplein. Super chill. Telefoon erin. Camera erin. Spul voor mijn visio erin. Pasje erin en gaan. Meer heb ik niet nodig. Zo van chill. Maar ja. Even een snoepje. Meegenomen, want ik heb helemaal niet geluncht vandaag. En het is nu... Hoi! En het is nu... Wat is dat leven eigenlijk? 3:00. Ik heb dus nog helemaal niks gegeten. Het is niet heel erg, maar... Ik heb zondag opnieuw wel trek, maar goed. Dat zal nog even moeten wachten, want we moeten eerst nog... Een stukje lopen naar de visio. Top.
goed, inmiddels is de fysio voorbij. Ik ben weer op de weg terug. En ik heb onderweg lekker een ijsje meegepikt van de ijssalon. En ik wou daar ook mee meenemen voor mijn moeder. En mijn moeder heeft wel alleen watermeloen, ananas, citroen of mango. Maar die hadden ze dus niet. En ik moet wel zeggen, die aardbei zag er niet heel erg lekker uit. Dus helaas. Maar ik heb voor mezelf wel lekker stiekem een ijsje meegepikt. Want dat mag wel met het weer. Super lekker. Goed, inmiddels weer thuis. En het is tijd om lekker te gaan eten. En ik dacht, ik heb vandaag niet zo heel veel gevlogd. Dus ik ga een soort van koken met Kim opnemen. We gaan pasta eten vanavond. Dus eigenlijk gewoon heel simpel. Maar ik heb pasta gekookt. En ik ben nu gehakt aan het raden. Dit is het gehakt. En dan doe je de pasta. Het is allemaal langzaam aan het koken. Als het gehakt zo meteen klaar is, dan doe ik er een pakje met spaghetti bolognese saus doorheen. Die maak je aan met water. Je moet 200 ml water. Dan voeg je het zakje aan toe, roei je het door elkaar. Vaak zeggen ze dat je het ook aan de kook moet brengen, maar ik doe het gewoon bij het gehakt als het warm is. Want het heeft op zich hetzelfde effect. Daarna doe ik er nog een pot bolognese saus bij. En aangezien we nog heel veel saus over hadden van gisteren, want we hebben het gisteren ook gegeten, neem ik de helft van deze pot nog. En ik heb in dit bakje nog saus. Normaal is dat natuurlijk niet. Maar voeg ik zo meteen nog bij dat gehakt toe. Verder vind ik het lekker om nog extra groentes erbij aan toe te voegen. Mijn ouders hadden er niet zo van. Dus wat ik ga doen is, gisteren had ik paprika erin. En vandaag ga ik er spuitjebonen doorheen doen. En gelukkig staan die hier nog in de vriezer. Helemaal de bedoeling, maar ik gooi er dus ook spersiebonen door. Dus ik pak even een klein pannetje en dan ga ik het heel koken. Niemand wil natuurlijk rauwe spersiebonen. Ik neem gewoon een heel klein pannetje vol. En die voeg ik gewoon hierin. De spersiebonen heel lekker, dus ook zeker niet te weinig. Vul ik het met water. Ga ik die ook langzaam in de kook brengen. De rest doe ik gewoon weer in de diepvries. Dat is het fijne van diepvriesgroentes. Zo, dit voegen we er zo meteen bij toe. Ik heb een bakje gepakt, weet eigenlijk niet precies waarvoor. Oh ja, tuurlijk. Nee, dat is niet. Ik ga even water mengen met dit zakje. En als het gehakt zo meteen klaar is met braden, gooi ik dit eraan toe. Goed, ik mix dus 200 ml water met het zakje. Daar gebruik ik gewoon een lange lepel voor. Ik gooi het zakje hierin. Dan roer ik dit gewoon. Gooi ik dus zo meteen bij het gehakt als het klaar is. Verder zijn mijn groentes nu eens aan het koken. Ik ga dit keer alleen voor spersiebonen. Normaal doe ik er ook nog paprika door en courgette als we het hebben en al die lekkere dingen. Maar voor vandaag ga ik alleen maar voor de spersiebonen. Ook lekker. Dus ik wacht even tot het gehakt klaar is met braden en dan gaan we verder. Goed, ik heb het gehakt afgegoten. Het is natuurlijk hartstikke vet, dus dat gaat terug naar de pan. Zo. En dan is het een kwestie van het gehakt nog heel eventjes te draaien. Dan gaat er met een dit mixje erbij. En dan gaat het de pot en het blijft ook van deze erbij. En dan is het eigenlijk wachten tot de pasta klaar is. En mijn bonen zijn gekookt. En dan is eigenlijk alles klaar. Een hele simpele pasta bolognese. Goed. Saus gaat erbij.
voel je een beetje wakker. Wat is je kop nou weg? Dan ziet het er dus ongeveer zo uit. Dit blijft natuurlijk in wat saus als is natuurlijk niet de temperatuur lijkt te warm worden. Ik voeg er nog af en toe een beetje kruiden door. Een beetje vleeskruiden en zout en peper. Even iets meer smaak te geven. En dat is eigenlijk alles. Ik ga ondertussen nog eventjes de pasta doorroeren. Wat ik doe. Ik ga ondertussen dat ik alvast afwassen. Dan laat ik dat verder pruttelen. Je moet natuurlijk ook goed drinken, jongens. Dus ja, ik ga het eigenlijk ons avondeten. Ik heb vandaag mijn hoesje DIY'd, maar dat vertel ik straks allemaal wel als ik het niet vergeet. Maar ja, nu zorg ik tot eten netjes opgewarmd is en helemaal klaar is. Inmiddels is de pasta klaar. Die ben ik nu even droog aan het koken. Dat doe ik eigenlijk altijd. Dat is niet zo. Ja. Ik zie er niet meer uit. De boontjes zijn nu ook bijna klaar. En het vlees is al helemaal klaar. Oeh, gestookt. Dus we gaan opscheppen. En dan gaan we lekker eten. Ik heb inmiddels heerlijk gegeten en ik ben inmiddels weer lekker naar boven gegaan. Ik zit lekker op mijn telefoon en achter mijn laptop. Het leek me leuk om zo meteen weer een TikTok op te gaan nemen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Welke ik zo meteen ga doen? Hashtag, daar ben je te lui voor, ja, helemaal mee eens. Precies dat. Ja, het is wel echt leuk met Like Me inderdaad. Er is zo'n scène dat Scott tegen Merel, als jullie denken waar heb je het over, skip even verder. Maar er is zo'n scène in Like Me dat Scott... Merel is zeg maar een beetje de bitch en de girl van de groep. Maar op een gegeven moment zegt hij dus... Waar is die video nou? Hier. Oh,
gewoon niet starten. Hashtag Jan. Dat is gokken de loop, hè? Hashtag maar de beter lui, hoor. Hoe werkt een hashtag dan niet, hè? Ben je daar eigenlijk gevraagd om mee te komen? Ik! Leuk, hè? Gewoon niet starten. Hashtag Jan. Hashtag daar ben je te lui, hoor. Serieus, super grappig. Maar goed, in ieder geval, ik zit dus boven. En ik ben niet zo heel veel aan het doen eigenlijk. Ik zit een beetje op Insta te scrollen en te doen. En ik weet eigenlijk niet zo heel veel. Ik heb lekker mijn kettingje om. Oh ja, ik zal mijn andere kettingje even laten zien. Dat is deze. En ik denk dat ik deze ook lekker gelijk ga aandoen. Want deze ziet er veel fijner uit dan die andere. En dat is deze. Het is gewoon een heel simpel zilverroze steentje zit hierin. Dus het is ook wel heel erg tof. Maar ik ga van ketting wisselen. Nu ik toch deze ketting zie, vind ik die wel iets fijner als deze die ik nu aan om heb. De sluiting daarvan is ook iets fijner, denk ik. Even switchen. Dus even ketting switchen. En bedel switchen. Deze gaat hier omheen. Zo. Doe ik wel eens vaker. Soms is het ene kettingje net even iets fijner dan het andere kettingje. En dan switch ik daar gewoon tussen, want dat is gewoon, ja, fijn. Dan gaat deze hier omheen. Ik heb ook heel weinig kettingjes. Kijk, deze kwam dan al met een kettingje en dat was heel erg afgeprijsd. Ik dacht, nou oké. Maar heel vaak koop ik dus nooit kettingjes. Oh, deze is ook iets langer. Dat is wel heel fijn. Deze is dus iets korter. Goed, die hang ik gewoon weer hier aan het haakje, denk ik. Ik had hem eerst daar gehangen, maar het hangt hier beter, denk ik. Deze is ietsje langer, dat is wel heel chill. Maar goed, in ieder geval, ik ben even lekker YouTube aan het kijken, denk ik. Ik denk dat ik lekker YouTube ga kijken. Goed, inmiddels ben ik boven. Ik heb lekker gegeten en ik was lekker op mijn telefoon. Oh. Ik was lekker op mijn telefoon aan het rommelen. En wat dingetjes aan het doen en zo. Dit ziet er nog steeds leuk uit. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga jullie hier later meer over vertellen. Maar ik ga lekker een video kijken, want ik heb toch niks te doen. En we moeten wel iets doen. Goed, inmiddels is het avond en het is 10:10. Ik heb drinken gepakt beneden. Ik heb namelijk mijn grote kan ingepakt met water en ijs. Er zit ijs in de fles dit keer. Kan ik het jullie een beetje laten zien? Nou, best wel moeilijk, maar er zit dus ijs in. En ik ga zo nog even goed wat drinken, want ik heb weinig gedronken. En verder ga ik lekker slapen. Ik heb een leuke dag gehad vandaag. Het is echt super, super leuk. Ik heb lekker mijn bedje weer ready gemaakt. En ik ga lekker slapen. Dus ik zeg bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doeg!